hier sta je dan vanavond. Het is donker en ook nog nat. Want in deze stomme dungeon zit water, zeg wist je dat? Ik laat me echt niet kennen. Ik ga gewoon maar door, want ik wil weten wat er in dit kistje zit. En die skull die gaat nu hoor. Goedemiddag! Daar ben ik weer! Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda The Windwaker. En ik word hier gepoond door die skeleton. Daar word je niet vrolijk van. Waarom kan ik jou niet verlammen? Daar dan! Zo, dat was een irritant beest. Goed! Dus, welkom terug. In de vorige aflevering zijn we in een tempel gekomen in HD. Waardoor dat we dus zeg maar een beetje nattigheid voelen. En we vinden de kompas. En hierachter zit ook nog een kistje, maar daar kunnen we niet komen. En zoals jullie weten, ondertussen in elke dungeon zit een belangrijk kistje waar we nog niet bij kunnen komen. En dat is het belangrijkste kistje. Yada, yada, yada. Maar daar kunnen we op dit moment nog niet komen. Dus, laten we dat kistje maar eventjes in gedachten houden. Wat hier een grootste nadeel is, is dat water. Nou ja, gelukkig zijn we daar heel snel voorbij. Want we hebben nog maar één deur waar we dus last hebben van dit waterpuzzelig gebeuren. Van het water gaat omhoog en omlaag en omhoog en omlaag. En dat is zwaar irritant. Dus. Laten wij maar eens eventjes door deze deur gaan. Boink. Ja, voor de mensen die dat willen weten. You lose is niet meer mijn mailgeluidje. Sad but true. Mijn nieuwe telefoon. Aangezien dat mijn andere telefoon is gestorven. Ik moet eerst al die beesten verslaan, hè. Doei. Nee, maar aangezien dat mijn oude telefoon is gestorven, kan ik het You Lose geluidje helaas niet als mailgeluidje meer instellen. En daarvoor zullen we dus niet meer You Lose horen. Wat best wel jammer is. Hou je mond en spring die namen, want daar ben ik heel erg op tegen. Goed zo. 2 voor de prijs van 1. Nou, sterf. Want jullie droppen toch nooit iets. Dat is alleen maar 1 ruby. Want jullie zijn lui. En daar hou ik niet van. Daar haat ik van. Heel erg fijn. Nou, als je die beesten hebt verslagen, komt er dus een Rainbow Stairs tevoorschijn. En dan kunnen we dus dit ding oppakken. En wat ik eigenlijk best wel zo apart vind is, waarom zo'n hele kamer alleen maar voor zo'n stom standbeeld van vier van die wannabe Pikachu's? Yellow Choo-choo's. Waarom? Ik bedoel, en daar had je ook nog eens een keer een sleutel voor nodig. Dus dit is allemaal filler time. Puzzel hier en puzzel daar. En deze puzzel is ook weer klaar. Zal allemaal wel. Goed. Er ontstaat een andere deur. Wat een verrassing. Op zich, deze dungeon is eigenlijk best wel makkelijk geplaatst. Het is niet echt een puzzel dungeon. Deze dungeon is meer van lopen naartoe, wees blij, wees vrolijk en loop eigenlijk gewoon van A naar B. Het is eigenlijk gewoon de Mario stage. Je gewoon van A naar de vlag loopt. Heel erg simpel eigenlijk. Ik bedoel, dit is niet echt een van mijn favorieten. Ik moet zeggen, ik vind het heel mooi dat ze dat echt zo ancient gemaakt hebben. In verband met, ja, het komt toch onder de zee vandaan en al die stuff. Maar deze tempel is dat ook nog eens een keer bekend als de watertempel eigenlijk. Van de Windwaker HD. Maar om heel erg eerlijk te zijn, vind ik deze tempel niet saai. Ik vind hem niet vervelend. Ik vind hem gewoon te makkelijk. Ik bedoel, het enige wat je hoeft te doen is, je loopt een beetje rond. Krijgt een laser in je neus. Wat leuk. Ik moet wel zeggen, ik neem een beetje te veel schade. Daar moet ik mee uitkijken. Maar, ja, de meeste puzzels die we hier zien, zijn nogal makkelijk. En aangezien dat ik zeg dat ze makkelijk zijn, word ik natuurlijk 300... Blijf van mijn rubies af. Auw! Stop daar nou eens mee. Mag ik dat ding pakken alsjeblieft? Zonder dat je mij in mijn... Dank je. Goed. Nog maar anderhalf hartje en ik ga zo dood. La 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 la. Ik heb weer de puzzel opgelost. Nou, ik heb een fairy in een bottle, maar die fairy die wil ik niet gebruiken. Ik heb liever grandma's soep die ik hiervoor gebruik. Want fairy die wil je eigenlijk meer houden just in case. Mocht je in één keer onverwachts te veel schade nemen en je hebt niet meer de kracht om een flesje te gebruiken. Dus de fairy die wil ik nogal bij me houden. Maar ja, anderhalf hartje en nogmaals, ik heb weinig zin om nou al een potion te gebruiken. Want het is nogal zinloos. Nou, dan komen we hier bij deze geweldige kamer waar normaal gesproken hartjes zouden vinden. Maar omdat dit horror mode is, hebben we hier geen hartjes. Wat leuk! En ik neem aan dat we dus zeg maar hier weer een paar puzzels mogen oplossen. Wat leuk! Puzzel me dit, puzzel me dat. Oké, we hebben hier een Pikachu wannabe.
Ja, val maar naar beneden. Doei! Is diep. Is diep. Heel diep. Ja, ja. Allemaal wannabe Pikachu's. Jij wil een Pikachu zijn. En jij wil een Pikachu zijn. En dan sla ik jullie. En dan zijn jullie verslagen. En dan zijn jullie geen Pikachu. Want jullie zijn geen Pikachu's. Jullie zijn Chuchu's. En ik weet niet waarom dat jullie schokkend zijn. Het is nogal vervelend. Goed. Hallo. Hey, check it. Seeker of the Goddess Guidepost. Press a button to call me and guide me to the place of truth. Okay. Come on! Step it up! You're too slow! Surprised to see you here, stone boy! Okay, dan moet ik even zeggen, dat is van Xenoblade. Ja, Xenoblade is best wel een hype nou, aangezien dat Shulk is geconfirmed voor een... voor een Smash-karakter. Voor de mensen die Shulk niet kennen, dat is van Xenoblade. Echt een gaaf spel. Dus het spel heb ik zelf jammer genoeg niet. Ik volg op dit moment er een let's play van. Maar het is zo'n groot spel. Echt serieus, het is een extreem groot spel. Dus ik ga die... Ja, dat zal geen let's play worden, geloof mij. Maar misschien dat ik het een keertje ga livestreamen als ik ooit mijn handen aan dat spel kan krijgen. Maar zoals het er nu uitziet... ja, moet ik wel zeggen dat ik heel erg hype ben voor Shulk. En daarboven zit een deur en die deur die wil ik eigenlijk... moet die wel door. Die deur die wil ik eigenlijk wel hebben. Alleen we hebben de dungeon item nog niet. Dus dit ding zetten we hier neer. Nog langzamer en het loopt achteruit. Het mag wel een beetje sneller. Dankjewel. Swang! Oh. Een nieuw nummertje voor de Windweger. Nou, dat is ook eigenlijk de eerste keer dat we nou een nummertje tegenkomen. Dus. Oké. Link. Oh, foutje van mij. Links niks, rechts niks. Yeah! We hebben een command melody geleerd. Geweldig! Dit nummer zorgt ervoor dat we dus zeg maar de beestjes... My can wait behind the doors. Control them and guide them to their places of truth to open the path of the gods. Oké, prima. Ja, steentje moet weer weg, hè. Steentje dat neemt alleen maar ruimte in beslag. Dus nergens voor nodig. En hij is overleden. Ah, oh, wat zielig. Nou, deze melodie die zorgt er dus voor dat we... dat we dus beestjes kunnen... Uh-oh. Nee. Dank je. Dat we dus zeg maar... stone dinges gebeuren kunnen controleren met onze mind. Het enige nadeel is, we hebben nou dus zeg maar nog zo'n Frip you. Misschien kan ik een keer pakken, kom eens hier. Beetje dichterbij, nee? Nou screw you dan! Yay, jij gaat me raken, auw. Nee. Ik wil mijn veetje niet gebruiken. Ga weg! Ik wil granny soep gebruiken. Tada! Granny soep voor extra health en shininess. Totdat ik geraakt word. Zoals je ziet, mijn zwaard die shined nou. En dat heeft dus te maken met dat ik dus granny soep heb gebruikt. Dan word je sterker van. Want van soep en met heel veel groenten erin word je sterker. Je ziet me gewoon als een groentesoep. Mijn oma die maakte vroeger altijd heerlijke groentesoep. En dat was echt... Dat was de beste groentesoep ooit. En dat was zo'n lekkere groentesoep. Ja, ik weet het. Klinkt een beetje raar misschien. Maar echt serieus, dat was geweldige groentesoep. Goed. Nou, laten we maar naar de overkant swingen. Yay! Come on, step it up! Oké, nou, aangezien dat wij zo'n standbeeld niet mee kunnen swingen met onze grappling hook, is het dus de bedoeling dat we dit beest dus aan de overkant gaan krijgen via. Nou, dan hebben we hier dus een shiny dingen gezien, maar in plaats van dat je een standbeeld erop moet zetten, moet je jezelf erop zetten. Dan komt Rainbow Rood weer heel even tevoorschijn en dan krijgen we weer links niks, rechts niks. En als je dat nummer gebruikt,
dan mogen wij dus zeg maar het standbeeld gaan besturen. Wat heel erg handig is, aangezien dat wij op dat ding moeten blijven staan. Nou, jammer genoeg, dit beest is nogal traag, kan geen aanvallen. En op een of andere vage manier, als dit ding nou naar beneden valt, krijg ik schade. Leuk. Daar zit je niet op te wachten. Nou, hij is aan de overkant, dus dan kunnen we gewoon de brug weer laten vallen. En om zelf weer naar de overkant te komen, gebruiken we weer dit leuke dingetje. Yay! En, nee, ik wil je oppakken. Ik wil niet come on doen, ik wil je gewoon oppakken. En wat we dan nou hier mogen doen, is we mogen hem nu wel hier opdroppen. Dan gaat er daar ergens een deurtje open en dat is de deur waar we naartoe moeten gaan. Wat leuk. Ja, word ik gebeld om een steen? Stefan, it is I, the King of Red Lions. I'm afraid there are some areas to which you will not be able to bring the servant of the tower. But do not fear leaving them behind. Once you have awakened them, they will wait patiently for your return. Of this I assure you. Oké, dankjewel Steen, de telefoon. Ik vraag me eigenlijk af, hoe bel je iemand op zo'n steen? Is het 06-steen-steen? 06-steen-steen-steen-steen-steen-steen. Of misschien als een dobbelsteen, onder, boven, links, rechts, weet ik veel. Oké, nou. Dus dan gaan we naar die deur toe en volgens mij gaan we daar eens iets vinden waardoor dat we deze kamer dus over kunnen steken met meneer de Steensteen. Goed. Heel erg leuk, de swingende swing swing. Wat hebben we hier? Pas erop hè, ik ben gepowered met granny soep. Oh boy, het zijn de darknets. Hoja, hoja, hoja. Je hebt een groot zwaardje. Goed, hun armor is onbreekbaar. Je kunt ze dus zeg maar niet raken met armor. De enige aanval die je tegen hun kan gebruiken is een counteraanval. Dus wacht tot hij aanvalt. En slaan. En zijn armor zal afvallen. Kijk uit voor zijn spinjump. Zijn spinjump doet normaal gesproken 2 hartjes schade. In hero mode doet dat 4 hartjes schade. Kijk dan vooruit. Uh-oh. Oh, jij wil je zwaard terug. Nou, vooruit dan. Doe dan. Ja, die zag ik al lang aankomen, dombo. Oké, nou moeten wij even uitkijken, want ik wil zijn... Ja, dankjewel. Die wil ik eventjes van hem jatten. Dat is zo'n belt, zo'n night chest. En night chests, zoals ik al zei, die zijn heel erg handig en die wil je zeker verzamelen. Goed. Nou, heeft mijn maatje Sergeant Dortelli verteld dat er verschillende kleuren zijn. Nou springt hij groen, dan springt hij oranje, dan springt hij rood. Rood geeft normaal gesproken health, aangezien dat het hero mode is, hebben we daar dus niet aan. Geel geeft, als het goed is, heel erg veel items. En groen geeft heel erg veel rubies. Dus, ja, zover ik weet hoor. Nou, mocht je dus niet in hero mode spelen, dan kun je dus deze pilaren omslaan voor extra health, hartjes. Ik krijg alleen maar rubies van, omdat ik dus in horror mode speel, dus... Dan weten we dat ook weer. Kijk wel uit als je onder zo'n pilaar komt terwijl dat hij aan het vallen is. Dat doet pijn. Dat wil je niet. Dat doet echt pijn. Dat is gevaarlijk. Niet doen. Slecht plan. Niet doen! Goed zo. En we hebben een heel erg handig item. De Hero Bow. Eindelijk. De Hero Bow is heel erg handig. Aangezien dat we dus nou eindelijk objecten kunnen schieten en pijn kunnen doen. Een boemerang is heel erg leuk om mensen misschien, of ja mensen, vijanden misschien eventjes tegen te houden of iets. Maar het doet ze niet echt schade. Ja oké, hele zwakke vijanden zoals ratten en kies misschien. Maar net zoals deze klootviolen. Ik zei deze klootviolen. Deze klootviolen kunnen we dus eindelijk nou op een afstandje veilig neerhalen. En ik moet zeggen, ik ben geen held in het richten. Want richten, dat doe je dus met het sturen van de gamepad. Tenminste, als je loopt... Kijk, dan loop je ook echt. En dat is best wel vervelend. Oké. Shoot! Ogen zijn ervoor gemaakt om ze te schieten. Nou, dan komen er eindelijk plateautjes tevoorschijn. En met die plateautjes kunnen wij dus naar onze... Goddenstambeeldgeval dinges. Wat leuk. Ja, la 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 la. Ik swing nu naar je toe en ik kom op het randje. Dus ik pak jou vast, jij is de rare steen. Ik moet wel weer zeggen dat deze heel erg muzikaal weer is. Ik weet niet waarom, maar ik ben weer heel erg high muzikaal. Hartstikke leuk. Oh ja, en die beesten komen ook tot leven.
De beesten zou je kunnen verslaan door een pijl op hun te schieten. En dan zijn ze dus zeg maar temporarily unavailable voor nadere commentaar. Kunnen ze niet meer praten. En dan kun je ze op hun kont raken. Want dan gaat er een knopje bij hun kont. Staat dan open. En dan moet je ze dan raken. En dan gaan ze dood. Zullen we nog wel zien waarschijnlijk. Maar ja. Denk ik leg het even uit. Daar ben ik goed in. Oké, nou we hebben nou twee van die maloten. Dus dan gaat de derde deur die gaat dan open. Waarschijnlijk de volgende deur. Maar aangezien dat we nou de pijlenboog hebben, kunnen we dus zeg maar een paar keesjes verslaan. Vinden. Whatever. Goed. Nou, dan hebben we hier dus... Tot we eventjes... Even kijken, hier komen we vandaan, hè? Ja. Maar nou hebben we dus gezien aan de andere kant, waar we die eerste steen hadden gehaald, daar stond ook zo'n oog. Dus daar wil ik eigenlijk eerst eventjes gaan onderzoeken om te kijken wat daar te vinden is. Dus we hebben hier... Uh-oh. Een Wizrope! Wizropes zijn gevaarlijk. Ze schieten met vuur. En ik schiet met pijlen. So deal with it. Kunnen we lachen tot er ook weer eigenlijk de Wizropes als de oorspronkelijke Zelda tot ze weer terugkomen. Hallo! Oké, nou hier hebben we dus nou ook een plateautje gekregen. En die brengt ons dus naar die deur daar naar boven. Wat zit daar dan? Als dit alleen voor een joypendant is, dan ga ik gillen. Dus headphone users, beware. Oh ja, dit hier. Deze beesten zijn heel erg makkelijk. Gooi gewoon een bom in hun smikkel en ze exploderen. Meer hoef je niet te doen. Boom. En we krijgen een kistje. Echt serieus, als dat een joypendant is. Als dat een joypendant is. Hier zie je, dan krijg ik items. Dus ik let normaal gesproken niet echt op de kleur, want ik heb niet echt altijd zo vaak iets nodig. Dus ik sla ze gewoon open, omdat ik dat leuk vind. Goed, wat zit erin? Headphone users. Maar ik werd een beetje boom. Dat was dom. Nou, dan ben ik dus ook mijn superkrachten kwijt van oma Soep. Want één keer schade nemen en je bent je kracht kwijt. Dus zoals je ook ziet, mijn zwaardje gloot niet meer. Wat best wel jammer is. Maar het enige... Nee, niet erover. Oké. Het enige wat ik jullie probeerde te vertellen... voordat ik dus die ene fout naar die andere fout maakte... Oké, dat was weird. Maar er is dus zeg maar nog één room en dat is volgens mij wel de moeite waard. Dat is die room zeg maar weer terug bij Aquanura. Voor de mensen die bij de Efteling zijn geweest, die weten waar ik het over heb. Voor de mensen die dat niet weten, dat is een waterfontein. Oftewel, die water omhoog, omlaag. Ja, wap. Dus we willen heel eventjes terug naar die ene kamer toe. En dan hoop ik dat ik geen fall damage ga nemen van deze sprong, want Wacht eventjes, waarom zit hier een plateau? Wat is het nut van deze plateau? Zit hier geen schakelaar of iets? Yo, neem geen schade! Jawel, ik neem fall damage. Nee. Goed zo, braaf. Oké, dan zijn we dus weer terug bij dit water. Mogen we natuurlijk weer wachten tot het water gestegen is. Zo leuk van deze kamer. Oké, water omhoog. Water. Ga eens omhoog. Water. Omhoog. Omhoog. Nee, ik wil mijn zeil niet. Jongen. Goed. In deze kamer zagen we ook zo'n oog. Ja, jullie zijn irritant. En ja, je kunt ze in één hit killen met de pijlenboog. Maar daar zit ik nou niet op te wachten. Op jou daarentegen wel. Opdonderen. Afgekeurde skelet met je vlammende vlammers. Oké, nou, daar zien we dus achter zien we dus een kistje liggen. Dit kistje. Ik weet niet of dit de boeiende was. Dat weet ik niet. Dat krijgen we van eigens. Dat krijgen we... nu in beeld te zien. Want we hebben namelijk een treasure chart. Yay! Hoera voor een treasure chart. Dus ik ga heel eventjes spieken welke dat het is. Jullie weten waarom, dat kan hier natuurlijk niet. Nee, ik kan niet spieken welke dat het is. Fijn. Zie ik van eigenlijk wel of het een rode is of niet. Dus dan wordt heel eventjes moeilijk om te gokken of het nou wel... Het wordt eventjes moeilijk om eventjes te gokken of het nou wel de goede was of niet de goede is. Dat zie ik wel bij het editwerk, maar
In ieder geval, dit is een 100% run, dus wij gaan voor elke treasure chart. Water blijft hoog, 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 water blijft hoog. Oeh, net op tijd. Daar ben ik blij om. Want ik moet namelijk weer helemaal teruglopen en daar ben ik minder blij om. Maar ja, als we helemaal terug zijn, we hoeven nou niet meer terug te lopen. Niet dit, ben ik tracken. En daar ben ik blij om. Dat ik nou net geraakt word, tot twee keer toe, ben ik minder blij om. Dat ik op dat plateau moet springen, ben ik blij om. Tot het zo lang duurt om weer naar boven te komen, ben ik minder blij om. Waarom dat ik jullie dit allemaal vertel? Weet ik niet. Ik moet toch iets vertellen? Want het wordt wel heel erg stil. Nou, maar ja, als ik eigenlijk op mijn klokje kijk... denk ik, we hebben best wel veel gedaan in deze aflevering. Ik bedoel, we hebben heel deze kamer gehaald. We hebben de pijl en boog te pakken gekregen. We hebben een nieuw nummer geleerd. We hebben oma soep gebruikt. We hebben vaak falen gehad. We hebben heel erg veel gedaan. Dus in de volgende aflevering gaan we kijken wat er achter deze deur zit. Dus, zoals altijd, dank ik jullie voor het kijken. Hoop jullie allemaal weer te zien in de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker in HD. Heb je een leukste momentje? Laat natuurlijk weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Ik ga morgen toch weer proberen te gaan Minecraft op te nemen. Dus ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij een nieuwe aflevering van Minecraft. Met de gebruikelijke mensen waar we altijd mee opnemen. Dus ik hoop jullie dan te zien. En maandag gaan we weer verder met The Legend of Zelda The Wind Waker in HD. Bedankt voor het kijken, jongens. Doei!